Dan gaan we nu een stukje lezen uit de Bijbel. En ik wil aan Eva vragen, Eva Romeijn, of die dat hier voor ons wil komen doen. Een stukje uit de 2 Koningen, hoofdstuk 5, vers 1 tot 14. En Eva gaat het voor ons lezen uit de Bijbel in gewone taal. Ik ben benieuwd, Eva, je zult vast goed geoefend hebben, hè? Ga je gang. Dank je. Naaman was de legerleider van de koning van Aram. Hij was een belangrijke man en de koning had veel vertrouwen in hem. Want Naaman had met het leger van Aram een grote overwinning behaald. Daar had de Heer voor gezorgd. Naaman was een dappere soldaat, maar hij had een ernstige huidziekte. Er kwamen vaak Arameërs naar Israël om te roven en te stelen. Op een van die tochten hadden ze een jong meisje uit Israël meegenomen naar hun land. Dat meisje was nu een slavin van de vrouw van Naaman. Op een keer zei ze tegen haar meesteres: "Ach, kon uw man maar naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel beter maken." Toen Naaman dat hoorde, ging hij naar de koning van Aram. De koning zei tegen Naaman: "Ga maar naar Samaria. Ik zal u wel een brief meegeven voor de koning van Israël." Naaman ging op weg naar Israël. Hij had 300 kilo zilver bij zich, 60 kilo goud en 10 stel nieuwe kleren. Ook had hij de brief van de koning bij zich. Die gaf hij aan de koning van Israël. Er stond het volgende in: "Deze brief geef ik mee aan mijn dienaar Naaman. Ik hoop dat u hem zult genezen van zijn ziekte." Toen de koning van Israël de brief gelezen had, werd hij bang en hij scheurde zijn kleren. Hij zei: "Ik kan toch niet beslissen over dood en leven? Ik ben God toch niet? Hoe kan de koning van Aram mij nu vragen om iemand van een ziekte te genezen? Ik vertrouw het niet. Ik denk dat hij weer oorlog wil." De profeet Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had. Toen stuurde hij het volgende bericht naar de koning: "Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man naar mij toe komen. Dan zal hij zien dat er in Israël een echte profeet is." Toen reed Naaman met zijn paarden en zijn wagen naar het huis van Elisa. Daar bleef hij buiten wachten. Elisa stuurde iemand naar hem toe met de volgende boodschap: "U moet u gaan wassen in de Jordaan en 7 keer onder water gaan. Dan zal uw huid weer gezond worden." Toen Naaman dat hoorde, werd hij kwaad. Hij zei: "Die man kan toch zelf wel naar buiten komen en bidden tot de Heer, zijn God? Als hij dan met zijn hand over een zieke plek strijkt, zal mijn huid wel weer gezond worden. En wat moet ik bij de Jordaan? Er zijn toch ook rivieren bij Damascus? Rivieren zoals de Abana en de Parpar. Die zijn beter dan alle rivieren in Israël. Dan kan ik me net zo goed daarin wassen." Kwaad reed hij weg. Maar zijn dienaren kwamen achter hen aan en zeiden: "Meester, als die profeet u iets moeilijks had gevraagd, had u het vast en zeker gedaan. En nu heeft hij alleen maar gezegd: was u, dan zult u genezen zijn." Toen ging Naaman toch naar de Jordaan. Hij ging 7 keer onder water, zoals de profeet Elisa gezegd had. Zijn huid werd weer gezond en zo glad als de huid van een kind. Naaman was genezen. Nou, hartelijk bedankt, Eva. Dat heb je heel mooi voor ons voorgelezen. Een prachtig verhaal. Bijzonder verhaal. Wat we uitgekozen hebben, omdat het daarover een meisje gaat van een jaar of 12, 14 misschien. Nou ja, het is vanochtend een dienst voor kinderen vanaf 6 tot en met de jongeren tot 20, 2, 23. Dat is een soort onmogelijke opgave, maar goed. Zij zitten tussenin. Dat het meisje wat bij Naaman terechtgekomen was. Over haar gaan we het hebben. Het thema is: geloof geeft lef. Met een V en met een F. En wat dat betekent, dat hoor je zo meteen. We gaan nu opnieuw zingen. Volgens mij gaan we 2 liederen nu zingen. 2 liederen. Ik begreep alleen, ik weet niet
Ik heb geen verstand van de apparatuur, maar ik begreep dat degene die voorzingen niet goed door de, dat dat niet goed door de speakers heen komt. Dus jullie staan wel achter een microfoon, maar is dat zo? Nou ja, alles staat aan. Ja, dan zal het wel goed zijn. Harder zingen, jongens.
met u, is uw geest en God, wil wonen in mijn hart. In uw geest is een God, die wil wonen. Dat is wel een heel mooi gebed voordat we gaan luisteren. Een duif, de wind, tongen van vuur. Elk mens verstaat wat God zegt in dit uur. Het is uw geest, geest van God, die wil wonen in mijn hart. Hier ben ik, Heer, ik hou van u. Hier ben ik, Heer, kom in mijn hart. Oh ja, de kinderen nog van tot van 4 en 5. Welke kinderen? Welke leeftijdsgroep? 4, 5. Groep 1 en 2. Die mogen nu naar de zondagsschool. Het zal je maar gebeuren, zeg. Dat je ouders, je vader en moeder in de oorlog omgekomen zijn. Misschien zien jullie vandaag wel eens iets voorbij komen op tv. Oorlog in Syrië, in Irak. Heel veel mensen die gewond raken. Maar ook gewoon die worden afgeschoten, neergeschoten, omkomen bij een bombardement. Verschrikkelijk. Het zal je maar gebeuren dat jij dan als een meisje van een jaar of 4, 6 wordt meegenomen door zo'n legeraanvoerder. En dat je dan terechtkomt in een vreemd huis, bij vreemde mensen, in een ander land, waar je niet kunt verstaan van de taal die ze daar spreken. Nou, dan ben je alleen. Dan ben je eenzaam. Het was gebeurd met het meisje uit dit verhaal wat we net hebben gelezen. Haar vader en moeder, ja, daar kun je gerust van uitgaan, die waren omgekomen in de oorlog. En de legeraanvoerder van de vijand had haar toen gezien. Misschien dat ze alleen zat te huilen, je weet het niet, had het meegenomen. En hij vond haar zo aardig en mooi
dat hij had gezegd, weet je, jij mag bij mij in huis. Dat was nog een geluk geweest. Hij had haar ook kunnen verkopen. Maar dat had hij niet gedaan. Ze had geboft, zo gezegd. Nou ja, geboft. Goeiedag zeg. Geen vader meer, geen moeder meer, geen broertje, geen zusje. Geen vriendje, geen vriendinnetje. Niks meer. Ergens helemaal alleen. Geboft had ze, zei ik, ja. Nou ja, ze moest dan natuurlijk wel in dat huis wat doen. Ze kreeg te eten, onderdak. Maar er werd wel van haar verwacht dat zij dan voor die mevrouw het een en ander deed. Hard werkte de hele dag. Ze had echt geen tijd voor zichzelf, reken maar van nee. De hele dag schoonmaken, poetsen, water halen. Ik weet niet wat allemaal. Maar op de een of andere manier was het zo gegaan dat het tussen die mevrouw en haar toch al aardiger was geworden. Ze had waarschijnlijk goed haar best gedaan. En het lijkt wel alsof die mevrouw voelde, ja, dat hij dat meisje ook wel heel alleen moest zijn. Mooi is dat. Dat er toch iets heel goeds kan gebeuren. Ook al kende je elkaar helemaal niet. Het lijkt erop, in dit verhaal althans, dat ze zich, als wij haar tegenkomen, zich daar thuis voelt. En weet je wat het allermooiste is? Dat ze God niet had losgelaten. Waarschijnlijk is ze op de vijfde, zesde al meegenomen en nu is ze een jaar of 12, 14. Die is al 6 of 8 jaar overheen gegaan en ze heeft God niet losgelaten. Hoe ik dat zo zeker weet? Nou, we hebben gelezen. Op een dag wordt die legeraanvoerder ziek. Hele nare ziekte. Er staat hier een akelige huidziekte. Waarschijnlijk melaats. Lepra heet dat vandaag. Heb je ook nog heel veel in Afrika. Een hele akelige ziekte. Ongeneeslijk ook, als er niks aan gebeurt. Wordt al erger. En de mensen waren vroeger heel bang van die ziekte. Zo bang dat ze zeiden, ja, dan kun je niet meer blijven wonen in huis. Ze waren dan bang dat ze het ook kregen. En dan kwam zo iemand helemaal alleen afgezonden te wonen in een grot of in een schuurtje. Maar niet leuk. Niet leuk. En je zou maar legeraanvoerder zijn geweest. Heel belangrijk, rijk, een groot huis. En dan ineens zo ziek worden. Ja, daar reken je niet op. Het gebeurde wel. Een ramp voor die man. Toch? En er was geen dokter die hem kon helpen. Echt niemand. Betekende dat die ziekte door zou gaan. En dat hij, op een dag echt alleen zou komen te wonen. En dat zou niet zo heel lang meer duren. Want zo'n melaatse wilde je niet in huis hebben. En dat hij dan langzaam en alleen sterven zou. En toen is zij, dat meisje uit Israël, zomaar ineens begonnen over de profeet. Ze had blijkbaar zo'n goed contact met die mevrouw, dat ze dat aandurfde. Zij moet dus luisteren.
Was uw man maar bij de profeet in Israël. In Samaria. Die zou hem kunnen genezen. Ze geloofden het vast en zeker. En daaraan hoor je dat ze haar geloof niet had verloren. Was mooi. Dus je zesde en je veertiende. Dat je dan je geloof, terwijl je helemaal in je uppie bent, niet verliest. En dat had natuurlijk heel gemakkelijk wel gekund. Laat eerlijk zijn. Want als je zulke nare dingen beleeft en meemaakt als zij, dat je vader en je moeder in een oorlog omkomen, dat je geen broertje en zusje meer hebt, je opa en oma nooit meer ziet en jij zomaar wordt meegenomen en ergens vreemd terechtkomt, nou, dan zou het zomaar kunnen gebeuren op je zesde dat je denkt, er is helemaal geen God die voor me zorgt. Dat hebben mijn vader en moeder wel gezegd. Nou moet je zien, slaat nergens op. Daar denk je dan nog niet heel erg over na, maar dat kan wel zomaar in je gaan zitten, die gedachte. En hoe ouder je wordt, hoe meer je dan daarvan overtuigd raakt. God slaat nergens op. Kijk maar wat er gebeurd is in mijn leven. En dat je gewoon geen zin meer hebt om er nog iets van te geloven. En God dan als vanzelf vergeet? Zeker? Ja, dat is wel even een vraag. Waren er mensen om haar heen? Even een vraag aan jullie. Waren er mensen om haar heen die geloofden in God? Zeg het even, roep even. Waren er mensen om haar heen? Nee, waren geen mensen. Ja, ze geloofden wel in van alles. Maar niet in de God van Israël. Daar hadden ze geen idee van. Het lijkt net een beetje Amsterdam. Heb je ook heel veel geloven. De moslims. Ook boeddhisten. En nog allerlei andere. Ja, andere mensen die weer andere ideeën hebben. Maar die God van de Bijbel. Nou ja, je bent niet altijd de enige. Misschien zit je wel op een school waar juist heel veel anderen er ook in geloven. Maar je kunt ook zomaar in een omgeving zitten waarin anderen geen idee hebben. Van die God waar jij van zingt. Waar jij in gelooft. Waar jij van hebt gehoord. Van kind af aan. Nou, zij had echt niemand. Moet je voorstellen. Je zit er in een vreemd huis. In een ander land. Er zijn wel mensen om je heen die in andere goden geloven. Maar die God waar jij in gelooft, waar jij van hoorde toen je nog heel jong was, daar gelooft niemand in. Dat valt niet mee, hè? Om het dan vol te houden. En helemaal niet als je ook er nog eens aan denkt dat er vroeger op een bepaalde manier werd gedacht. En dan moet je even proberen dit te begrijpen, want dat is heel belangrijk. Weet je wat de mensen vroeger dachten? Dat als jij een oorlog had gewonnen, dat die God van jou dan machtiger was dan de God van het volk wat je had verslagen. Die God die stelde er eigenlijk niks voor, die had gewoon verloren. Nou, dat dachten die mensen als Naaman en alle anderen om hem heen natuurlijk ook. Die God van Israël stelt niks voor. Die heeft gewoon verloren van onze God. Dus die kun je gewoon vergeten. Die stelt echt niets voor. Dus behalve dat er niemand was die erin geloofde, was het ook nog zo dat als het al ging over die God van Israël, die God van waarin dat meisje geloofde, dat mensen zeiden, slaat nergens op. Gaat nergens over. Kun je toch zo zien?
bewijs is er. Wij hebben gewonnen. Van Israël, dus van jullie God. Nou moet jij mij eens vertellen hoe je het dan moet volhouden. Om te geloven. Toch volhouden. Hoe zou zij dat nou hebben gedaan? Wat zou voor haar de reden zijn geweest dat ze toch niet heeft losgelaten? Dat ze na 8 jaar nog altijd gelooft. Hoe zou dat komen? Wie heeft een idee? Geen idee. Ja. Door te blijven bidden, precies. Ik denk dat zij elke dag, dat ze vroeger van haar vader, haar moeder, een gebed geleerd heeft. En dat ze dat elke dag is blijven doen. Ze heeft het contact met God gehouden, hè? Ja, zeker. Heel goed. Hoe nog meer? Door te vertrouwen, ja. Door te vertrouwen op God. Ik denk dat ze dat ook gedaan heeft. Net dat ze gebeden heeft, heeft ze vertrouwd op God. Heeft ze gezegd, God, ik ben hier helemaal alleen. Wilt u me helpen? Wilt u me zien? Wilt u zorgen? En op de een of andere manier, ik weet ook niet precies hoe, dat staat hier allemaal niet. Maar op de een of andere manier heeft ze gemerkt dat met dat ze ging bidden en op God bleef vertrouwen, dat hij haar zag. Dat hij voor haar zorgde. Echt. Want ik weet heel zeker dat God dat ontzettend graag wil doen. Misschien heb jij dat ook wel eens gehad. Dat je dacht. God hoort me. God ziet me. God zorgt. Het zou mooi zijn als er vanochtend iemand was met een voorbeeld. Ik heb nog een voorbeeld achter de hand. Maar het zou mooi zijn als jullie een voorbeeld hebben. Heb jij een voorbeeld? Nee, nou, goed, heb ik een voorbeeld. Ja, vertel maar. God hoort jouw gebed, ja, precies. En soms kan hij dat heel erg laten merken aan jou. Ik weet van... een meisje. En die had een hele leuke poes gehad. Waar ze ontzettend veel van hield. Aan gehecht was. En die was 2 dagen zoek. En het leek alsof die nooit meer terug zou komen. Het was 1 jaar of 8. En toen was op een gegeven moment was ze naar boven gegaan. Naar de slaapkamer. En toen had ze gebeden. Dan moet je... Ja, ze dacht de enige die ervoor kan zorgen is God. Ze had gebeden. En een half uur later werd er aangebeld. En de moeder wilde open gaan doen. En ze zei, nee mam, ik weet wie het is. Iemand die de poes gevonden heeft. Zei ze, de moeder, hoe weet je dat nou? Nou zegt ze, omdat ik er net om gebeden heb. En ze rende naar de deur. En je gelooft het niet, maar het was echt waar. Er stond iemand met de poes. Gebeurt het nou altijd? Nee, gebeurt niet altijd. Maar 1 ding weet ik wel. Voor dat mijn meisje was dat het bewijs. Zo jong als ze was, God leeft. Hij hoort, hij zorgt. Daarna zijn er een heleboel andere dingen gebeurd. Heeft ze heus niet altijd alles gekregen van God wat ze wilde hebben. Maar dat was wel even een heel duidelijk bewijs. En ik denk dat dat meisje daar, hier waar het in dit verhaal over gaat, ook gemerkt heeft op de een of andere manier dat God haar heeft laten merken. Ik leef. Ik zorg voor jou. Ik zie je. Al ben je helemaal in je uppie. Helemaal alleen. En dat het daarom is gelukt om te blijven geloven. Al geloofde er niemand.
En dat is mooi. Als jij dat ook voor jezelf hebt. Dat je denkt, ik weet genoeg van God en ik zie het aan mijn vader, aan mijn moeder. Mooi als je die om je heen hebt, dat jij het wel aan hen ziet. En ik heb het zelf ook gemerkt, dat God leeft. En dat wat ze ook allemaal zeggen om me heen, ik blijf hem geloven. Ik vergeet hem niet. Trouwens, misschien heeft ze ook wel gedacht, jongen, hij heeft me gered. En dat ik hier terecht ben gekomen, daarin heeft God toch ook echt voor me gezorgd. Zou toch zomaar kunnen? Dat dat voor haar het bewijs was, dat God, hoe verdrietig ook allemaal, haar niet was vergeten. Weet je, en dat geloof van haar, hè? Want daar gaat het vanochtend vooral dan ook even over. Dat geloof van haar, dat gaf haar lef. En waar denk je aan bij lef? En vertel eens even, waar denk je aan bij lef? Ja, stoer. Precies, bij lef denk je aan stoer. Nou, dat is ook helemaal waar. Als je lef hebt, dan ben je stoer. Maar het betekent eerst toch nog even iets anders. Het staat ook op de nieuwsbrief met een V. Lef. Het is een woord wat komt uit het Hebreeuws. Wij schrijven het met een F. Maar in het Hebreeuws schrijf je met een V. En dan betekent het hart. Dat je hart hebt voor iemand. Dat is toch nog even wat anders dan stoer. Hart hebben voor iemand. En dat zie je bij haar. Het geloof in God gaf haar lef, gaf haar hart voor die Naaman. Dat is mooi. Dat vind ik apart hoor. Want die Naaman had haar meegenomen, natuurlijk. Ze was zich intussen thuis gaan voelen bij hem in huis, maar dan toch, als hij ziek wordt, zou je ook zomaar kunnen denken, nou, net goed. Dat hij mij en mijn vader en moeder en het dorp wat hij overvallen heeft, allemaal aangedaan heeft, net goed. Zou je ook kunnen denken. Maar denkt ze niet. Ze weet, God ziet mij, hij hoort mij. En ik geloof dat God ook naar die meneer Naaman wil omzien. Hem ook wil helpen. Ze kreeg zomaar hart voor die man. Dat krijg je ervan als je gelooft in God. Krijg je hart voor een ander. En dat was toen heel bijzonder. Want de mensen toen die dachten dat hun God eigenlijk alleen maar er was voor eigen mensen. En dat dachten ze in Israël ook heel vaak. Dan dachten ze, ja, God is er alleen voor ons en niet voor al die andere mensen om ons heen. Zeker niet van andere volkeren. Maar dat meisje, dat vind ik zo apart. Dat meisje had het echt begrepen. Dat meisje dacht dat niet. Dat meisje dacht niet, ja, God is er alleen voor mij en voor de mensen van Israël. Dat meisje dacht, God is er net zo goed voor die meneer Naaman. Al woont hij in een ander land, in Aram. Al doet hij niks aan God. Al gelooft hij niet in hem. Al heeft hij geen idee. God wil er wel zijn voor hem. Dat meisje geloofde dat. Want ze zegt, was die maar bij de profeet. Dan zou die hem genezen. En dat meisje heeft gelijk. Want het verhaal begint met het feit dat die Naaman heeft een overwinning behaald. En dan staat er dat God daarvoor zorgde. Dus God schakelde die Naaman gewoon in. Die gebruikte hem. Al had Naaman geen idee van God. God had wel idee van Naaman. En dat meisje gelooft dat. Dat is mooi. En daarom had ze hart voor hem. En ze dacht, God wilde net zo goed zijn voor hem als voor mij. Hé, mag ik eens even vragen aan jou.
Wat denk jij eigenlijk? Als je denkt aan andere kinderen om je heen. Andere jongeren, andere mensen. Wat denk je eigenlijk? Denk je alleen maar, nou ja, die geloven niet of die geloven wat anders? Wat denk je eigenlijk? Denk daar eens over na. Misschien is het ook wel eens goed om af en toe te denken, zoals God er wil zijn voor mij, en daar zingen we van, en daar zijn we blij mee, zo wil God er ook zijn voor mijn vriendje, voor mijn vriendinnetje, voor die vriend of vriendin, als je al ouder bent, 16, 18. Of, ja, ik kijk ook even naar de ouderen, wat denken we eigenlijk van onze buren, onze familie, onze kennissen, onze collega's, wat denken wij eigenlijk? Of komt die gedachte niet bij je boven? En ja, wij geloven zij niet, punt, klaar, uit. Wat denken we eigenlijk? Hoe denken we? Ik weet van een gezin, dat is mooi, dat is echt mooi. Die bidden elke dag voor wel 12 andere mensen. Je kunt natuurlijk niet voor de hele wereld bidden, dat snap ik ook wel. Maar die bidden wel voor wel 12 andere mensen. En al die kinderen, die mochten gewoon 3, 4 anderen noemen. Vriendje, vriendinnetje of maakt niet uit wie. En die hebben ze allemaal gewoon op een rijtje gezet, opgeschreven. En daar bidden ze voor. Het zijn allemaal mensen die niet zo erg in God geloven. Daar bidden ze voor. Weet je waarom ze dat doen? Precies om dezelfde reden als waarom het meisje dit verhaal vertelt tegen die Naaman. Omdat ze geloven dat God er net zo goed voor die 12 anderen wil zijn als voor hen. Daarom doen ze dat. En ze denken niet, nou ja, er is toch geen begin aan, want ja, die weten er niks van. Kijk, dan had dat meisje ook niks hoeven zeggen, want Naaman, zo'n grote meneer, en die mevrouw, zo'n hele belangrijke, chique mevrouw, wat moet je dan als meisje van 12, 14 jaar met je verhaaltje over Elisa, een profeet? En toch, ze doet het, ze gelooft het. Hij wil er net zo goed zijn voor jullie als voor mij. En daarom. Ze heeft hart voor die mensen. En daarom heeft ze lef. Is ze stoer. Niet een zachtgekookt eitje. Mooi hè? Lef met een V. Lef met een F. Hoort helemaal bij elkaar. En ze gelooft dat God goed genoeg is om iets goeds te doen. En ze denkt, ik ben nu de schakel. Jij, wij zijn de schakel, weet je dat? Tussen God en al die andere mensen. En je hoeft niet altijd gelijk over God te beginnen, dat kan ook niet altijd. Maar om te beginnen zou je een lijstje kunnen maken om voor te bidden. Ik hoorde van een meisje van een jaar of 16, geloof ik, 15, 16, heeft een vriendin. Daar bidt ze voor elke dag. Een meisje hier uit de gemeente. En als vanzelf, krijgen ze er hele gesprekken over. Want God leeft namelijk, weet je dat? En als je erom vraagt, om bid, dan kan hij zomaar een deur openen. En dan kan het zomaar gebeuren dat je erover hebben kunt met elkaar. Dan heb je en lef met een V voor de ander. En je krijgt lef om er wat over te zeggen. En is het helemaal niet meer raar. Dit verhaal is het helemaal niet raar. Maar soms natuurlijk wel, soms vinden ze je wel stom. Als je over God begint. Maar heus niet altijd hoor. Ik hoorde van een ander op catechisatie, die vertelde dat. Dat ze een meisje op school heeft, die is moslim. En die vraagt juist heel veel. Omdat ze weet, jij gelooft echt. Kan ook. Waarom niet? Weet je wat het geheim is? Het geheim van dit meisje was dat ze elke dag contact met God hield. En daarom had ze lef voor die Naaman. Als ze geen contact met God meer had gehad, had ze niet eens aan Elisa gedacht. Had ze alleen maar gedacht, ja, ook vervelend dat er geen dokter is. En misschien gedacht, net goed. Maar omdat ze contact met God had, had ze hart en kreeg ze het lef. En als jij en als wij dat nou ook eens gewoon
zouden doen. Lijstje, paar namen, een minuutje bidden. Moet je kijken wat God kan doen. Moet je kijken wat hier gebeurt. En dan maak ik er gelijk, gaan we naar het eind toe van de preek. Moet je kijken wat hier gebeurt. En er is dus niet een leeftijd voor, dat kun je doen op je 6e, op je 10e, op je 15e, op je 18e. Dat kun je ook doen op je 40ste, op je 65ste. Moet je kijken wat er gebeurt. Dit meisje gelooft in de levende God. Dit meisje gelooft dat God er goed genoeg voor is, er machtig genoeg voor is. En er was lef voor nodig, want stel je voor dat die naar Aman zou gaan en het zou niet uitkomen. Dan had ze een zwaar probleem. Dan zou die man denken, dat meisje heeft maar wat gezegd. Maar dat meisje gelooft. Dat meisje gaat ervoor. Heeft lef met een V en lef met een F. En als wij met z'n allen een klein beetje meer zouden gaan lijken op dat meisje, moet je eens kijken wat God dan in Amsterdam kan doen. Bij een collega, een vriend, een vriendinnetje, bij weet ik wie, maakt niet meer uit. Het komt voor naar Aman. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Dat is het slot van het verhaal. Ja, het was nog even een gedoe, hè? Hebben we gelezen. Hij wilde eerst niet in de rivier en zo. Maar toen die eenmaal 7 maal ondergedompeld was in de Jordaan, kwam die als herboren tevoorschijn. Zijn huid was helemaal weer nieuw. Net zo'n mooie huid als jij nog hebt, als je jong bent. Zonder rimpels. Naar Aman. Hij gaf zich over aan God. Door dat ene zinnetje van dat meisje. En hij werd voorgoed een ander mens. God kon zomaar aan hem zijn werk doen. Nou, als dat niet iets is om een voorbeeld aan te nemen. Voor ons allemaal. Moest kijken wat er in Amsterdam gebeuren kan. Amen. We zingen nu de letterlijke vertaling van de 19e psalm. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u wel gevallig zijn. O Heere, mijn rots en mijn verlosser, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u wel gevallig zijn. En daarna nog het lied Ik kniel neer en beleid.
Het volgende lied zingen we ook gelijk. Ik kniel neer. Nou, ik wil de koffiebar vragen naar voren te komen. In this house.